Yo mensen, Jaras hier en heel snel voordat deze video gaat beginnen wil ik jullie weer eventjes mededelen dat dit een video is die ik heel erg lang geleden heb geüpload. De oorspronkelijke uploaddatum is 1 november 2012. Het is een Homefront live video waarin ik redelijk beast ga en Homefront was natuurlijk een spel dat vond ik heel erg leuk om te spelen. Helaas was het bedrijf dat Homefront had gemaakt failliet gegaan. De servers zijn offline gegooid, je kan het spel dus nu niet meer spelen. Alleen er is laatst op de E3 een nieuwe Homefront aangekondigd. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Daarom wil ik ook voor jullie deze gameplay nog een keer uploaden, zodat je ongeveer een beetje een idee krijgt wat de Homefront multiplayer was. 1 november 2012... oorspronkelijke upload datum. Ik faalde als kaart in het commentator, want ik was daar nog niet zo lang bezig. Ik keek ongeveer 500 mensen per video naar mij, wat heel erg weinig is natuurlijk als je vergelijkt met nu. Dus geniet van deze video. Als je meer oude video's van mij wil zien, laat het dan maar ook weten, want ik vind het leuk om die nog een keer voor jullie te uploaden. En veel plezier bij het kijken. Bye bye. Yo mensen, Jaraski hier en vandaag ook voor jullie een live commentary op het spel Homefront. Voor de mensen die niet weten wat Homefront inhoudt, het is gewoon eigenlijk hetzelfde als Call of Duty. We spelen nu de map Kill the Suck. Dus in deze map heb je geen killstreak, we spelen dus alleen maar met een wapen. Ik moet dus ook even een ander wapen pakken dan dit wapen, want dit wapen werkt niet in deze map. Maar dat doen we zo meteen als we dood zijn. We kunnen geen killstreaks gebruiken, het is gewoon echt gewoon weapon-to-weapon combat. Dus we gaan kijken of we een goede score kunnen halen. Mocht dat niet zo zijn, dan kan ik daar niet heel veel aan doen, want het is gewoon live opgenomen. Dus daar kan je soms wel eens een slechte score in halen. Meestal gebeurt het niet, maar het kan zomaar het geval zijn. We gaan gewoon even kijken hoe we moeten spelen. Even hier onder dat dingetje door. Ik moet ook weer even wennen aan de controls, want je kan hier geen... Zo, kom lekker om afrennen. Je kan hier geen controls veranderen, dus je hebt gewoon de standaard controls. Alleen meestal heb ik andere instellingen aanstaan. Kan helaas niet in deze map, of in dit spel, maar dat maakt me niet heel veel uit. Die vent killen, eventjes staan campen. We hebben, oh shit, ik wist het. Ik heb een star achter me aan, dus ze weten nu waar ik zit. Oh, hij staat daar joh. Ik dacht dat hij rechts in dat huisje stond, maar hij liep daar. Even een ander wapen pakken, want ik had het verkeerde wapen aan. Dus het is niet zo erg dat we dood zijn gegaan. Even kijken waar ze spannen. Oké, ze staan dus allemaal aan die kant, dan gaan we ook even naar die kant. Dat is echt super chill in dit spel, want als je spant, dan zie je dus gewoon waar de enemies lopen. Dus waar jij ook heen moet lopen. Je hebt ook gewoon een kaartje op je map staan, maar je ziet de map vanaf bovenaf als je dood bent gegaan. Dus dat is echt super chill. Zag het net waarschijnlijk ook wel, maar ik denk, leg het nog even uit. Oh, je loopt gewoon naast me, jongen. Ik zag je helemaal niet. Vent, die wou hem gewoon eventjes van zij pakken, hè? Ik dacht even niet. Oké, loopt hier een enemy naast me. Je ziet het nu op mijn kaartje. Hij heeft 1 star, dus dat betekent dat hij dus vijandig is. Ik zie waar hij staat, maar volgens mij is hij al dood. Volgens mij staat hij hier op het dakje of zo. Volgens mij is hij al... Nee, hij is nog niet dood. Hij schoot wel echt hard om. Oh, hier loopt er een. Hoppatee. Komt er waarschijnlijk nog eentje achteraan. Even kijken. Even opletten. Een flesje er naartoe gooien. Ik weet dat er nog meer komen, want hier is de rechts van me staat hun span. En ik weet ook dat hun hele team hier in dit huisje bij B zit. Dus we moeten echt even goed opletten hier. Kijk, maar zie je, er staat er alweer een. Even kijken, er komt er nog een aanrennen. Die gaat weer omlopen. Dan gaan wij dat ook even doen. Dan kom ik hem waarschijnlijk hier ergens tegen. Ja hoor, daar staat hij daar. Lekker slim, jongen. Lekker stilstaan, hè. Top. Die is slim, jongen. Ik zie ze allemaal aan de andere kant lopen, maar ja, daar wil ik juist niet heen. Ik wil gewoon even hier rechts kijken. Daar zit niemand, oké. Blijf hier even achter dit matras staan. Kijk, ik zie er daar weer een binnenlopen. Die kunnen we nou helaas niet killen. Hier naast me loopt er een. Top, jongen. Dan gaan we hier weg, want ze weten nu waar ik loop, omdat ik een ster heb. Zo, ik werd hard in mijn rug beschoten. Ik heb een ster, dus ze weten nu precies waar ik loop. Voor die vent killen, we hebben 2 sterren. Nu hebben we ook een UAV, want je krijgt steeds speciale perks, speciale dingen als je... een bepaald aantal sterren achter je aan hebt. Nu hebben we er 2. We gaan proberen zoveel mogelijk proberen te halen. Er loopt hier ook ergens een enemy. Ik zit de hele tijd bij de B-vlag. Maar dat komt omdat ik wil dat mijn team even die B-vlag pakt. Maar dat zijn ze niet echt heel goed in, zie ik nu. Maar ze moeten het dus wel even doen. Daar komt een enemy aan. Dan gaan we even een nades op gooien. Even kijken of we die kill krijgen. Ook een flesje erachteraan. Super handig. Gewoon alles gooien wat je hebt. Dan gaat hij daar weer liggen. Het is volgens mij de hele tijd dezelfde 3 kill. Het is nu al de 4e keer volgens mij dat ik deze vent heb gekilled. Niet dat het mij heel veel uitmaakt hoor. Of ik nou de hele tijd hetzelfde kill. Als ik maar kills krijg vind ik het goed. Kijk, 3 sterren. We staan nog steeds op dezelfde plek. Dus nu moeten we echt hier weg. Nu weten ze gewoon... Nou, ik wil niet weg. Want als ik weg ga, dan ga ik sowieso dood. Het is irritant. Want ik kan niet weg... Want dan ga ik dood, maar ik kan hier wel blijven staan en misschien nog wat kills halen. Alleen dan is het weer een beetje gecampt. Het is irritant, want de span zit hier rechts van me. En de span zit daar. Zoals je ziet, die vent ligt weer gewoon op de grond. Hij weet dat ik hier de hele tijd kom, dus hij staat me nu echt gewoon hard op te wachten. Maar dat maakt niet uit. We gaan even kijken, want ik zie dat er nu hier eentje komt. Oh, krijgen we een net op onze harsjes. Even kijken. Oh, er komt zo'n bot aan. Uh-oh, dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Er komt er ook nog een net op mijn harsjes. Hier loopt er een. 4 sterretjes, kom op. Nu weet het hele enemy team waar ik loop. Dus dit, nu moet je echt gaan opletten. 4 sterren
is het ene hoogste wat je kan. Natuurlijk is 5 sterren het hoogst. Komt een bot aan. Nee, hè. Dankjewel. Ik heb de bot destroyed. Dat is mooi, want die had ook een ster achter zich aan. Dan gaan we even... Hij ligt daar nog steeds op de grond. Uh-oh. Uitkijken, Jan. Kunnen we die vent nog killen? Heerlijk. Oh, daar krijg ik assist van. Even kijken. Even die vent. Ik wil die vent op de grond killen. Kijk, hij ligt daar, die homo. Kom. Oh. Oh. Ik kan hem niet killen. Ik wil hem krijgen, hoor. Ik ga hier niet weg voordat ik hem heb gekillt. Kom dan. Volgens mij heb ik hem bijna. Ja, ga dood. Er lopen gewoon allemaal teammates van me langs. Ik ga er wel gewoon nades op gooien. Ik wil hem dood hebben, man. Ik ben ook nog eens out of ammo. Pak eventjes een wapentje op. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Ik gooi er gewoon een nade across de map en ik had hem ook nog. Oké, nu moeten we doorpushen. We gaan nu naar een ander gedeelte van de map. Dus die killen we ook. De rennen we even door. Zit er hier nog eentje? Ja, daar staat het daar volgens mij heen. Loop eens door, teammates. Ik laat jullie even voorop lopen. Dat doe ik altijd. Moet een beetje een tactiek hebben in dit spel, want anders ga je echt gewoon hard dood. Ja, zie, hij stond er dus wel. Ik zag hem net al, maar ik wist niet of het er nou echt een was of niet. We hebben bijna 5 sterren. 5 sterren is het hoogste wat je kan halen. Er staat ook een gouden trofee tegenover, omdat het echt super moeilijk is om te halen. Maar we hebben het dus gewoon bijna. Als ik het haal, vind ik het best wel nice. Even kijken, daar komen er enemies. Even gewoon blijven schieten, gewoon er doorheen schieten. Even kijken. Kan ik hier wel doorheen schieten? We gooien gewoon even een nade achteraan. Even kijken. Oh, kijk, hier loopt er een. Hebben we 5 sterren. Hoppatee, 5 sterren, jongens. Hoogste wat je kan halen. Hoogste killstreak op dit spel. We hebben nu echt gewoon een dikke UAV. Ik zie nu de hele tijd waar iedereen loopt. Dus dit is echt super overpowered. Hoppatee, iemand van mijn team die haalt gewoon een dikke multikill. Dat ga ik ook even proberen. Kom op. Even kijken hoor, waar staan ze allemaal? Ik gooi hem hier. Kunnen we het ook krijgen? Kom op. Hoeveel kills? Ah, eentje maar. Dat is dikke faal. Kunnen we nog één inroepen? En ik ben ook nog eens gekilled, joh. Ik zit in mijn killstreak, ja. Dat maakt niet uit. We hadden toch al volle sterren, dus dat maakt niet uit dat ik gekilled ben. We gaan even nog een keer proberen. Kunnen we nog zo'n ding inroepen? Kijk, we kunnen er nog één inroepen. Dat is een dikke, dikke killstreak. De dikste killstreak die je kan krijgen in dit spel. Even kijken, hoor. We gooien hem hier. Kom op. Niet te buiten lopen, niet te buiten lopen. Snel. Gooi hem. Hop. Ah, weer één kill. Wat is dit nou weer? Dat wil ik helemaal niet, man. Ze lopen de hele tijd weg voor dat ding. Mijn hoogste kills met dit ding is ooit gehaald is iets van 9 of 10. Dat is echt super chill. Oké, we kunnen niet nog eentje inroepen. Mijn punten zijn alweer op. Rechts onderin zie je mijn punten staan. Dat BP 1140 heb ik op dit moment. Maar ik heb ze net allemaal verspild aan die killstreaks waar ik dus maar 2 kills mee heb gekregen. Die vent krijgen we niet dood. Even kijken, komt hij terug. Kijk, assist. Top, jongen. We laten eventjes het enemy team deze ronde winnen. Zodat er nog een ronde komt. Dat duurt het game wat langer. Ik zie ook dat mijn team daarmee bezig is. Want ze proberen die vlag niet te pakken. En dat doen ze dus zodat de enemies deze ronde winnen. En wij dus langer hun kunnen killen. Waardoor we meer kills krijgen in het game. Die vent killt me. Oh, ik word gekillt door de C4. Hij gooide die C4 gewoon door het raampje. En oké. Kom op, jongens. Hoeveel staan we? Kijk, je ziet nu waar de enemies lopen. Even kijken, hoeveel staan we? 23-2. Oh, dat is een goede score, hoor. Goede score voor op hoofdfront. Niet echt al te best, maar je kan natuurlijk geen killstreaks gebruiken in dit spel. Je kan geen tanks gebruiken. Je kan geen helikopters gebruiken in deze map. Dus ja, oké, hoppatee, kill. Er staat er hier nog één binnen. Kijk, daar loopt hij. Er staan er 2 zelfs. Ah, we killen ze alle 2 weg. Snel weg hier. Enemy team heeft bijna deze ronde gewonnen. Dat is de bedoeling. Dat laat mijn team ook toe. Dat vind ik chill. Want meestal wil dat team waar je in zit gewoon meteen alle 2 de rondes winnen. Maar daar hou ik niet van. Gelukkig doet dit team het niet. Hier loopt er eentje. Ik weet dat er nog een naast loopt. Dus snel reloaden. Staat er als het goed is nog één. Nee? Oh, jawel! Die hoort niet bij me, joh. Wat een sukkel. Ik dacht, die ziet me wel, maar die zag me dus helemaal niet. Hier staat er één boven. Kunnen we daar een neetje op gooien of zo? Oh, die gaat eronder. Die gaat er ook onder. Lekker slim, Jan. Je gooit weer alles mis. Top van je, jongen. Oké. Hier komt er eentje aan. Kunnen we die alle 2 killen? Oh, ze spannen hier nu, joh. Oh, je wacht. De span zijn veranderd. Ze spannen nu gewoon. Ja, ik moet hier weg, want ik krijg... Ja, dankjewel. Ik kon hier niet meer killen, want ik liep recht in een span. Als je recht in een span loopt, dan krijg je geen kills voor de kills die je maakt. Omdat het dan een span kill is en dat tellen ze niet mee als een kill. Ze zag het net ook in mijn beeld staan. Er stond gewoon span kill in mijn beeld. Super chill aan dit spel, vind ik dat. Je kan dus gewoon mensen niet span killen. Dat is echt gewoon een van de beste dingen die ze ooit hebben bedacht. Weer 1 kill, nou, maakt niet uit. 1 kill is wel goed genoeg, vind ik. Als ik maar een kill ermee krijg. Als ik 0 kills ermee krijg, dan word ik helemaal boos, jong. Want het is echt... De hoogste killstreak die je kan gebruiken in deze map. Natuurlijk kan je in alle andere mappen gewoon een tank gebruiken. Een helikopter. Maar ja, in deze map niet. We moeten deze ronde wel weer winnen. Ik zie ook dat mijn team het weet. Want ze pakken nu gewoon alle vlaggen. Super chill. Mijn team die weet precies hoe dit spel moet spelen. En zo'n team moet je gewoon hebben op dit spel. Want als je nu in het andere... Ik zie er nog geen link staan. Als je nu in het andere team zat, dan had je zo dik verloren. Dat is niet meer leuk. Dan werd je dik hard gespankeld. Kon je helemaal niks. Maar gelukkig zit ik in dit team en niet in het andere team. Want dan vond ik het niet leuk. Oh nee, die killen we ook te staan als het goed is weer hier. Nee, oké, dan gaan we wel van niks gooien. Weg hier, shit, zo, ik word gesniped. Zo, die snipe kwam recht in mijn pisvlek, gek. Leeft hij? Oh, daar komen ze aan. Altijd naar links en rechts kijken, jongen, anders ga je dood. Je mag niet zomaar de weg oversteken. Komt die ander ook? Nee, die gaat omlopen. Kom maar, dan komt hij hier als het goed is.
Oh shit, hij ligt weer op zijn plek. Hij ligt weer op zijn plek, olé olé. Hij lag er weer, hij lag weer aan de andere kant van de weg. Waar hij net het ook lag om hem proberen te killen. Maar ja, ik stond natuurlijk ook weer op dezelfde plek. Hij wist gewoon dat ik weer ging komen. Ik wist dat hij weer ging komen. Dus we zaten elkaar gewoon een beetje op te wachten. En toen werd ik in mijn rug beschoten. Jammer genoeg, maar het game is alweer bijna afgelopen, zie ik. We staan dik hard voor. Dit team niet weet echt gewoon hoe ze het spel moeten spelen. Dat is super chill als je zo'n team hebt. Dat is echt gewoon niet meer normaal. Dan kan jij natuurlijk ook gewoon goede kills krijgen. Want als jij een fucking noob team hebt, dan kan je natuurlijk helemaal niks. Even kijken, hij ligt helemaal... Wacht, we gaan een nade gooien. Nade is over naar overkant. Ik wil die vent killen, man. Nou, hij ligt er hier ook weer een. Oh, dat was hem. Dat was die vent. Die me deed het op zitten wachten. Ligt die andere daar ook nog? Nee, die ligt... Oh, ik word gekild door zo'n ding die ik ook deed het gebruik, man. Waarom schiet hij nou weer op mij? Ik liep helemaal in mijn eentje. Schiet hem dan op iemand anders, man. Vond die slim. Mijn team loopt namelijk dik hard bij elkaar met z'n allen. Dus als je één zo'n ding gooit, dan kan je een dikke multi ermee krijgen. Niet dat ik dat net heb gehaald hoor, want ik heb net gewoon dik hard gefaald met die dingen. Volgens mij hebben we het game gewonnen, ik ga nog even één ventje proberen te killen. Even kijken, kunnen we die... Oh, shit! Nou, final score, 2-1 voor ons team. Even kijken wat mijn einde score is. Volgens mij niet echt super goed, maar ja, daar kan ik ook niet heel veel aan doen. Het is natuurlijk live 33-6. Oké, we hebben het wel niet over de eindscore, want het is super slechte eindscore. Maar jongens, vergeet de video alsjeblieft geen duimpje omhoog te geven. Bedankt voor het kijken en ik ga jullie misschien vanavond weer zien met een nieuwe commentaar. Misschien morgen, misschien een livestream, ik weet niet wat ik ga doen. Dus tot morgen of vanavond jongens. Bye bye.